Hallo, goedenavond. Mijn naam is Jan van Oppen van Veld en we zijn hier met toch een vijftal mensen in het Veldkantoor in Berchem voor een fantastisch webinar. En dat gaat over deze klepper van een boek, geschreven door een klepper van een spreker, maar daarover straks meer. Het webinar maakt deel uit van de webinarreeks Kiemkracht en dat is een initiatief van Veld en een hele reeks organisaties achter Voedsel Anders. En wat is Voedsel Anders? Dat is het netwerk rond agro-ecologie. Misschien voor we beginnen, van harte welkom natuurlijk, fijn dat jullie een avond besteden aan deze interessante inhoud. Goedenavond allemaal. Ik ben Mieke van der Hagen en ik ben voorzitter van de Veld Beroenstuin in Schilde en lid van de Tuinen van Heden. En ik zal deze avond de rol van gastvrouw op mij nemen. Maar voor we professor Hermie het woord geven, zouden we erg wel graag willen weten welke soort tuinier jullie zijn. En we hebben een poll gemaakt, want Martijn Hermie heeft in zijn boek daar heel veel types van gemaakt. Neem gerust je tijd. Je kan meerdere types aanvinken en dan zien we daar zelfs het resultaat van. Oké, we mogen vaststellen dat het vooral echte bomenminnaars zijn die we deze avond hier voor ons scherm hebben zitten. Ik ben heel blij dat ik jullie professor Hermie mag voorstellen. Als bioloog verdiept hij zich al jarenlang in bomen, groenbeheer en plantecologie. Uniek aan zijn aanpak is de benadering vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling. Martijn Hermie is ervan overtuigd dat een gezond klimaat begint in onze eigen tuin. En bomen zijn hierbij heel belangrijk. Hij schreef onlangs een even interessant als praktisch boek, De juiste boom voor elke tuin. Het is een unieke leidraad die iedereen kan helpen om de juiste keuze te maken voor zijn of haar eigen tuin. In zijn boek beschrijft professor Hermie maar liefst 570 bomen. Hij catalogeert de bomen die nog kenmerken, zodat alle keuzestress al snel plaatsvindt voor een doordachte en verantwoorde keuze. Hoewel Vlaanderen niet zoveel ruimte heeft om extra bossen aan te planten, zijn er heel veel privétuinen, misschien samen wel ruimte voor zelfs 8 miljoen bomen, waar onze levende CO2-filters een plaatsje verdienen. Wanneer we de handen in elkaar slaan en iedereen een kleine inspanning doet, maken we samen een enorm verschil. Ik ben ervan overtuigd dat Martijn Hermie ons kan overtuigen van het belang van bomen en onze nodige informatie kan geven om de juiste keuze te maken voor onze eigen tuin. Laten we de klimaatopwarming samen dwarsbomen. Ik geef graag Martijn het woord. Oké, dank u wel, Mieke. Goed, de juiste boom voor elke tuin. Gaat een klein beetje moeten gewoon worden. Wat mag je verwachten aan inhoud? Wel, ik heb het eigenlijk opgedeeld in twee stukken. Eerst iets over bomen, tuinen en wei. En dat zal straks ook wel duidelijk worden waarom. En dan een iets groter stuk over ja, echt het kiezen. Waarin ik op het einde ook wel een aantal soorten van naderbij ga toelichten. We beginnen bij het begin, namelijk die driehoek, die drie partners in dat geheel. Je hebt aan de ene kant tuinen. Aan de andere kant groen en natuur, wat dan voor de planten staat. En niet te vergeten wij zelf natuurlijk. Want een boom die door sommigen tot tranen toe, of waardoor sommigen tot tranen toe ontroerd worden, is in de ogen van anderen echt een groene sta in de weg. Dus tussen die drie zijn er emoties, zijn er wisselwerkingen. Dus kun je echt wel spreken van een driehoeksverhouding. Elk op zich, tuin, groen en wei, wordt natuurlijk ook beïnvloed door een aantal andere zaken. Dus meer dan het klassieke ecologische systeem is het eigenlijk ook een socio-ecologisch systeem. En als het over tuinen gaat, dat is de eerste van die drie. Ja, het wezen van tuinen, ik vergelijk dat dikwijls of omschrijf dat dikwijls als de drie B's. En die B's staan dan voor beperking, bewerking, bescherming. Een beperking, tuinen zijn sowieso een klein onderdeel van het landschap. En we hebben dat op zich ook wel nodig om het geheel wat overzichtelijk te houden. Sommige grote tuinen waar dan ook uiteraard het overzicht wat vaker zoek geraakt, wel deelt men dan vaak op in tuinkamers om het toch
placeerbaar en overzichtelijk te houden. Dus beperking en ruimte. Twee, bewerking. Op zich is het dus een bewerkt onderdeeltje van het landschap. In sommige tuinen is die bewerking of dat onderhoud zeer weinig, maar in andere tuinen is het wel zeer intensief. En daar wordt natuurlijk ook de tegenstelling gemaakt met de echte natuur, waar spontane processen domineren, terwijl in dat bewerkte deeltje van dat landschap wel daar gebeurt van alles en nog wat. Vaak hebben we die bodem gewijzigd en bovendien hebben we tal van soorten geïntroduceerd, wat eigenlijk maakt, wat daaronder ook staat en daar rechtsboven, dat tuinen eigenlijk een soort van novel ecosysteem, een nieuw ecosysteem zijn. De derde B staat voor bescherming en eigenlijk verwijst dat naar die omheining en tegelijkertijd ook naar de oorspronkelijke betekenis van het woord tuin. En dat is in eerste instantie een bescherming tegen die vijandige buitenwereld, tegen die natuur. Maar anders, uiteindelijk schermt het ons af ten opzichte van het geheel, ten opzichte van het gehele landschap. Dus tuinen, door die drie elementen, zijn eigenlijk nieuwe ecosystemen, net zoals vele andere ook in een stedelijke omgeving. En die dan in dit geval beperkt zijn qua ruimte, gekenmerkt door onderhoud of bewerking en op een of andere manier omheind. Tuinen zelf, dat is dan het tweede element van die driehoek. Wel, de tuinenoppervlakte in Vlaanderen is zeer groot. Ongeveer 144.000 hectare buitenruimte. Waarom noem ik het buitenruimte? Wel omdat het in het ruimterapport Vlaanderen zo wordt aangedaan. Maar bon, 144.000 hectare, 13% en half van de oppervlakte, dat is eigenlijk meer dan, wat we bos hebben in Vlaanderen. En op de koop toe hebben we niet alleen meer dan 2 miljoen percelen, maar ook is die buitenruimte zeer groot. Gemiddeld genomen 705 vierkante meter en bijvoorbeeld beduidend groter dan de tuinoppervlakte in Nederland, waar weliswaar meer tuinen zijn, maar daar is de oppervlakte ongeveer 125 vierkante meter. In Groot-Brittannië zit het bijna bij de 200. Dus mag ik toch wel zeggen dat tuinen een belangrijk ruimtegebruik zijn en heel belangrijk. Helaas, beleidsmatig is het iets dat zo'n beetje tussen grijs en groen valt. Er is vaak geen echt specifieke wetgeving rond, maar de wetgeving die mogelijk een link legt naar tuinen, wordt ene keer bepaald door wetgeving rond percelen, rond bouw en bouwvergunningen. En de andere keer komt, als het bijvoorbeeld om kapping van bomen gaat, kan eventueel wetgeving op of kapvergunningen nodig zijn, waardoor het wat aansluit bij de wetgeving rond natuur. Maar dus in ieder geval een belangrijk object in Vlaanderen en in feite ook daarbuiten. Nu, tuinen. Biodiversiteit in tuinen is aanzienlijk en met biodiversiteit maak ik het mezelf gemakkelijk en kijk ik alleen maar naar het soortenaantal. Dit is een van de weinige studies die op een grote schaal is gebeurd in Groot-Brittannië. Daar heeft men in een studie van ongeveer 270 tuinen gekeken naar wat daar aanwezig is aan plantensoorten. En welke stad men ook bekeken heeft, men heeft zo'n 5 steden bekeken. In totaal vond men meer dan 1000 soorten. En eigenlijk komt ongeveer in elke stad dezelfde verhouding tussen inheemse soorten en niet-inheemse soorten eruit. Namelijk 30% inheems, ongeveer 70% niet-inheems of uitheemse soorten. In het Verenigd Koninkrijk staan ook ongeveer 29 miljoen bomen in tuinen. Wat ongeveer een vierde is van alle levende bomen buiten bossen. En meer dan de helft van de tuinen bevat er meer dan één boom. Dat soort cijfers op die schaal hebben we niet in Vlaanderen. Maar bon, op zich kun je daaruit halen dat niet-inheemse soorten heel gewoon zijn in tuinen. En ik zou zelfs zeggen meer, het is een traditie. Het is ook een deel van het wezen van een tuin. Denk maar aan die tweede B van bewerking. Maar op zich is dat geen enkel argument om niet-inheemse bomen in tuinen aan te planten. Dus op zich hoef je daarmee ook inheemse soorten zeker niet uit te sluiten van die tuinen. Nu, de biodiversiteit in een tuin heb ik altijd een heel leuke studie gevonden van Jennifer Owen. Dat is een mevrouw die in Leicester woont, heeft een tuin van 741 vierkante meter, dus een klein beetje groter dan de gemiddelde Vlaamse tuin.
en heeft in een merkwaardig iets gedaan, heeft 15 jaar lang haar tuin geïnventariseerd. Resultaat, zij vond in totaal meer dan 1300 soorten in die ene tuin, bijna niet te geloven. Als je dat gaat vergelijken met Groot-Brittannië, dus met het geheel aan soorten daar, wel, dat betekent in die ene tuin 21% van alle Britse soorten zijn dus in die ene tuin aangetroffen. De grootste groepen daarbinnen zie je bijvoorbeeld sluipwespen, nachtvlinders, ook een zeer grote groep, inheemse bloemplanten. En de andere zijn misschien kleinere groepen, maar daarom op zich niet minder belangrijk. Dus een ongelooflijke diversiteit in die tuinen. Dat soort studie hebben we in Vlaanderen niet. Zij heeft na die 15 jaar studie bovendien er nog 15 jaar aan toegevoegd. En dit is hier de kaft van haar laatste boek, Wildlife of a Garden, uitgegeven door de Royal Horticulture Society. Dus tuinen kun je zeggen, en haar tuin ziet er niet eens zo speciaal uit, als je het linker fotootje bekijkt, is echt een hotspot aan soorten. En ik denk dat we dat in zijn algemeenheid ook wel mogen stellen. Maar, aangezien dat een studie is over 15 jaar en dan later over 30 jaar, is het uiteraard zo dat niet alle soorten op elk moment daar aanwezig zijn. En één groot probleem naar natuur, het natuurbehoud toe, is natuurlijk dat die tuinen, dat daar vaak heel kleine populaties in aanwezig zijn. En heel kleine populaties betekent ook uiteraard dat dat zeer gevoelig is voor uitsterven. En wat we wel hebben in Vlaanderen is bijvoorbeeld het verdienstelijk werk van Bart van Kamp, die in tientallen of zo niet een aantal honderden tuinen in Vlaanderen rondgegaan is om motten, nachtvlinders, te vangen. Je moet maar eens die website gaan bekijken en dan ga je ook merken en versteld staan van de grote aantallen nachtvlinders die op één enkele nacht gevangen kunnen worden in die tuinen. Wat nog maar eens dat hotspot-idee van biodiversiteit, denk ik, bevestigt. De derde poot, wij. Tuiniertypes. Ja, op zich, ik denk, elke tuin is ongeveer uniek. Of wijkt wel ergens af van de tuin ernaast, enzovoort. Dus ik zou bijna zeggen, zoveel tuiniers, zoveel tuiniertypes. Dat is misschien ook wat overdreven. Ik heb gepoogd om in het boek die tuiniers wat in te delen in groepen. Ik geef eigenlijk twee klassificaties, één uit de literatuur en één die ik er zelf aan toegevoegd heb. En hier staan een aantal types, en gaande van passionele tuiniers, waar bij manier van spreken de boom niks verkeerd kan zijn. Dat kunnen ook mensen zijn die echt bomen verzamelen, al moeten ze daarvoor dan wel uiteraard een grote tuin hebben. Inheems, uitheems maakt hen niet uit en misschien nog liefst van al ook cultivars en dergelijke. Terwijl bijvoorbeeld natuurtuiniers, ja, die zullen waarschijnlijk liever inheemse soorten in hun tuin hebben. Esthetische tuiniers, en de meeste tuiniers zien ook wel graag sierplanten. Dus daar kan best zijn dat bomen dan opvallende bloemen of een opvallende herfstverkleuring of opvallende schors en dergelijke hebben. Functionele tuiniers zou je kunnen besempelen als mensen die de bomen kiezen in functie van de rol die ze verwachten van die boom. Dat kan zijn bijvoorbeeld fruit produceren, maar dat kan eventueel ook zijn dat die boom moet helpen om de tuin en het huis te koelen. Van kindvriendelijke tuiniers mag je misschien verwachten dat die gaan kiezen voor bomen die, waarin de kinderen kunnen klimmen. Klimbomen. En dat zijn vaak ook meerstammige bomen die niet te groot worden, die vanaf heel dicht bij de grond vertakken en waar kinderen vlotjes kunnen inkruipen en op die manier een klein beetje van die tuinwereld verkennen. En daarnaast heb je ook een grote groep van tuiniers voor wie het eigenlijk allemaal niet veel uitmaakt, zowat de onverschillige tuiniers. En helaas zijn er ook die bomen alleen maar zien als een instrument of als iets dat kan afgezaagd worden met een zaag. Dus dat noem ik dan die arborifoben, die zijn echt bijna allergisch aan bomen. Goed, dat geeft zo een beetje aan dat de houding ten aanzien van bomen enorm kan variëren. Gaande van koesteren, knuffelen, tot onverschilligheid en zelfs bomen gaat. Dus heel veel, veel voorkeuren. Maar wat je aan de andere kant toch ook wel ziet, is dat de mensen dikwijls elkaar naapen. En dat is vooral het geval in die delen van de tuin
die zichtbaar zijn bij de buren, dat is dikwijls de voortuinen. Dus eigenlijk niet te verwonderen dat een boom bij sommigen aanleiding geeft tot tranen en bij anderen is het een gewone groene sta in de weg, iets wat William Blake al in de 18e eeuw zei. Goed, dan bomen. Waarom zouden we bomen planten in tuinen? Wel, en dan komen we bij de baten die bomen, de diensten die bomen ons leveren. Hier staan die schematisch opgesomd rond een boom. En de groene diensten zijn deze die in principe positief zijn, dus waar we echt voordeel aan hebben. En die in het oranje zijn diensten ja, die de mens minder apprecieert of, je zou kunnen zeggen, boombezwaren. De onderstreepte zijn diegenen die naar mijn mening bijzonder interessant zijn voor de tuin. En ik denk dat heel veel mensen planten in het algemeen en bomen ook planten in een tuin omwille van de sierwaarde. Of bijvoorbeeld omdat ze in de zomer op die manier wat luwte vinden onder de boom en dus met andere woorden wat schaduw leveren. En misschien in toenemende mate zie ik toch dat mensen, en vooral jonge mensen, opnieuw geïnteresseerd geraken om zelf voedsel te produceren en bijvoorbeeld om fruit in de tuin te produceren. Wat die boombezwaren betreft, die moeten we niet uit de weg gaan, die zijn er en die zullen er ook blijven. Ik denk wel dat een deel van die boombezwaren nogthans kunnen vermeden worden. Bijvoorbeeld dat onderhoud, wat soms aangehaald wordt. Wel, als je een boom kiest die past, en dan heb ik het over de volwassen boom, die past in de beschikbare ruimte, dan gaat sowieso het onderhoud minimaal zijn. En als je het vergelijkt met het onderhoud dat een gazon nodig heeft, ja, dan is het onderhoud van een boom sowieso minimaal. Soms wordt er gewezen op bomen, en in de huidige problematiek met die toenemende zomers met droogtes, op gebouwschade. Wel, dat is, kan voor een groot stuk vermeden worden als de afstand voldoende is van die bomen tot de gebouwen. Daar ga ik straks ook nog wel iets meer over zeggen. Allergieën, wel, allergieën zijn er en die zullen er ook blijven. Een deel van die allergieën kunnen we nogthans vermijden. Er zijn een aantal soorten die bijzonder allergeen zijn. Denk maar aan berken en pollen dat die berken produceren. Dus door andere soorten of cultivars te kiezen die minder pollen produceren, kan dat ook enigszins vermeden worden. Bij het oranje, naast allergieën, zie je ook nog staan VOS. En VOS staat voor vluchtige organische stoffen. Dat zijn stoffen die de bomen uitstoten, die eigenlijk ongeveer alle bomen uitstoten, of alle planten, en uiteindelijk wij zelf ook. Dat zijn organische stoffen die aanleiding geven tot geuren bijvoorbeeld. Soms zijn dat slechte geuren. Maar als het over bloemen gaat, zijn dat dikwijls heel aangename geuren die ons in een goede stemming brengen. Nu, wat is de keerzijde van die VOS? Wel, een deel van die vluchtige organische stoffen, die dan van planten komen, men noemt die biogene vluchtige organische stoffen, die kunnen samen met de NOx, met de stikstofoxiden, die bij verbrandingsprocessen uit de uitlaat van auto's komen, die kunnen samen daarmee de ozonhoeveelheden beïnvloeden. En dat is uiteraard jammer. En dat is uiteraard een minder positief aspect. Schaduw in de winter wordt soms ook aangehaald. Wel, ik zou zeggen, kies daarom bladverliezende soorten. Dan ga je in ieder geval toch heel weinig licht verliezen in de winterperiode. Dus een deel van die boombezwaren kunnen eigenlijk zonder veel moeite opgeruimd worden. Een belangrijk argument die men aanhaalt om bomen te planten is de hoeveelheid koolstof die ze stockeren. Dat is een heel belangrijke, omdat dat uiteraard helpt om de klimaatverandering tegen te gaan. Er zijn twee aspecten. Je hebt de stockage van koolstof in de boom en je hebt uiteraard ook de opname van CO2. Het laatste noemt men ook sequestratie. Hier wordt alleen de koolstofstockage in de boom getoond. Je ziet dat deze stockage in kilo's koolstof per boom, dat die exponentieel toeneemt naarmate dat de boom dikker wordt. En DBH staat voor dikte of diameter op borsthoogte. Dat is op 1,30 meter boven het maaiveld. Die rode punten is eigenlijk de waarde voor een gemiddelde boom. En dat is ook op zich typisch
Die exponentiële toename, dat is dat globaal genomen de baten van bomen toenemen naarmate die bladoppervlakte van die bomen toeneemt. En die bladoppervlakte van bomen is gerelateerd aan uiteraard de boomgrootte of aan de diameter van de stam. En soms ook, als dat een boom is die op een goede plaats staat, aan de ouderdom van de boom. Wat dat je wel merkt, dat is, als je nu terug naar het rechterfiguurtje kijkt, dat is bij bijvoorbeeld een boom van 4 centimeter diameter, men noemt dat een maat 1820. En hoe komt men aan die 1820? Dat is eigenlijk de omtrek op een meter boven het maaiveld. Een boom van 40 centimeter, dus 10 keer dikker, wel, die gaat al 200 keer meer koolstof stockeren. Een boom van 60 centimeter, 520 keer meer koolstof. Dus daaraan zie je dat grote bomen, dikke bomen, dat ongelooflijk belangrijk zijn. En dus de vervanging van een volwassen boom door een nieuwe is eigenlijk geen compensatie. Dat wordt dikwijls als een compensatie beschouwd, hier in Vlaanderen in ieder geval. Maar dat is het ook niet. Als je die dikke boom van 40 centimeter moet echt compenseren qua koolstofstockage, dan moet je er 200 in de plaats van planten. En dat is iets wat in de praktijk ook niet gebeurt. En dan nog heel dikwijls niet eens met bomen met een diameter van 4 centimeter. En plant dan gewoonlijk bosgoed. Die diensten, die baten die bomen hebben, die kun je ook indelen in die indeling die hier links staat. En ik ga er eentje uit toelichten, namelijk microklimaat. Want dat is uiteraard ook een belangrijke. En naarmate dat we meer en meer warme zomers krijgen, zal dat nog belangrijker worden. Het bovenste plaatje is een infrarood beeld, genomen gedurende een hittegolf in Australië, in Melbourne. En je ziet die blauwe kleuren, dat is een lagere temperatuur. Oranje kleur is hogere temperatuur. In het blauw gaan de temperaturen ongeveer rond de 30 en minimaal 25. In het oranje, op dat asfalt en wegdek, is de temperatuur 61 graden Celsius. Dus je ziet, daar kun je bijna een ei op bakken. Gigantische verschillen. Dus die bomen die dienen wel degelijk of helpen wel degelijk om die lucht daar te koelen. Dat zie je ook in de grafiek daaronder, waar eigenlijk de temperatuurverschil tussen twee oppervlakken onder een boom en in de volle open lucht uitgezet is ten opzichte van de bladoppervlakte, in dit geval uitgedrukt per kubieke meter kroonvolume. En je ziet dat daar ook een positieve relatie is. Dus wat wel degelijk aangeeft, iets wat al herhaaldelijk ook in de kranten en dergelijke gekomen is, bomen zijn wel degelijk airco's, levende airco's. En ze koelen niet alleen, uiteraard gaan ze ook nog die andere diensten vervullen. En de civiel-technische oplossing, airco, gaat uiteraard alleen maar één ding doen en koelen en die andere dingen niet. Hoe doen bomen dat? Wel via twee dingen. Eén, omdat ze schaduw werpen en dus op die manier een deel van de zonnestraling tegenhouden. En het tweede element is ook dat bomen veel water gaan verdampen. En om te verdampen, je zet water om in damp, daarvoor onttrek je warmte aan de lucht en ga je op die manier ook die lucht afkoelen. Dus via die twee elementen functioneren bomen als een levende airco. En uiteraard leveren bomen een aangename leefomgeving waar het aangenaam is om onder te zitten. Men zegt dat het thermisch comfort zeer goed is en dat vooral in de zomer, eigenlijk op het moment dat we dat best kunnen gebruiken. Een van die dingen die mij in de voorbereiding van dat boek is duidelijk geworden, en dat was ook iets wat nieuw was voor mij, dat is dat de perceptie van lawaai door de aanwezigheid van bomen alleen al, dat het lawaai minder hard overkomt. Dat is een studie in het Gentse uitgevoerd. Op zich zijn bomen niet echt effectief om het aantal decibels naar beneden te krijgen. Dat lukt maar heel weinig. Maar de perceptie van dat lawaai, dat is blijkbaar toch heel belangrijk. Een ander element is uiteraard dat zo'n aangenaam comfort, leefomgeving, dat ontspannend werkt. En dat is uiteraard een van die elementen waar ook in bosbaden, iets wat nogal populair is in Japan, maar ook stilletjes aan bij ons komt, meespeelt. Het ontspannend effect van
aanwezigheid onder bomen in bos is iets wat vooral werkt via die biogene vluchtige organische stoffen. En dus naast dat negatieve kantje aan die vluchtige organische stoffen zit er ook een heel sterke positieve kant aan. En ik zeg dikwijls onder een boom, zoals hier die notelaar in mijn eigen tuin, wel, dat heeft nog altijd een nuttige ruimte daaronder, die ik in dit geval gebruik om daar planten onder te zetten, maar die is ook tot op zekere hoogte bruikbaar voor andere dingen. Die boom voegt met andere woorden een extra dimensie toe aan je tuin. En vandaar ook dat ik zeker de uitspraak van Harry Elacombe uit de 19e eeuw beaam, een tuin zonder bomen verdient eigenlijk amper om een tuin genoemd te worden. Ook iets, ja, daarnet had ik het al over die verdamping. Bomen hebben uiteraard ook een effect op waterhuishouding. Via een aantal zaken. Het eerste ziet je hier in dat experiment in open lucht. En dat is dat bomen intercepteren. Die vangen water op, dat in feite nooit de grond bereikt. En afhankelijk van bijvoorbeeld die bladoppervlakte, kan die interceptie 20, zelfs 30% zijn. Dat betekent ook dat bomen ook helpen om de runoff, de neerslagafvloei onder de boom, te verminderen. En uiteraard, bomen verdampen behoorlijk veel water. Evapotranspiratie wordt dat genoemd. Afhankelijk van hoe dat de boomspiegel eruit ziet onder de boom, gaat ook de infiltratie in meerdere of mindere mate kunnen doorgaan. Dat creëert natuurlijk ook, en zeker die evapotranspiratie, samen met die interceptie, dat onder een boom dat het behoorlijk droog kan zijn. En men spreekt dikwijls van droge schaduw. En als je daar planten wil onderzetten, dan ga je uiteraard die toch enigszins moeten kiezen in functie van, ja, kunnen ze daar wel groeien? Maar er zijn een aantal soorten beschikbaar die dat kunnen. Dus die interceptie zelf wordt bepaald door de duur van een regenval, de hoeveelheid regen en uiteraard die bladoppervlakte-index of bladoppervlakte zelf. Maar, dus zou ik zeggen, bomen aanplanten, ja, maar verknoei het niet. Want hier zie je uitgezet de runoff-coëfficiënt. Dat is eigenlijk, als die 1 is, vloeit alles af van neerslag die toch door de boom geen op de grond komt. En 0, uiteraard, vloeit er niks af. En hier zie je 3 situaties. De bovenste met de rode kader. Je ziet dat daar de boom een heel kleine boomspiegel heeft met rondom rond, soms ook in moderne tuinen, een volledig gesloten verharding. En je kunt je afvragen van waar moet die boom dan ergens voldoende water halen, bijvoorbeeld aangezien de infiltratie op dat soort plaatsen ongeveer nihil is. Veelal gaat dat de eerste jaren goed gaan, maar na verloop van tijd ga je in dat soort situaties toch wel vitaliteitsproblemen krijgen met de boom. De tweede rij in het geel is misschien wat meer een gemiddelde situatie, waar toch stroken groen aanwezig zijn, het linkerplaatje, of rechts waar wel verharding is, maar met brede voegen waar water tussen kan doordringen. En op die manier niet alleen water leveren aan de boom, maar ook aan het grondwater verder kan aanvullen. En de onderste situatie is natuurlijk de meest interessante. Daar gaat ongeveer alle water dat door de boom heen op de grond geraakt ook totaal niet afvloeien en in de bodem kunnen indringen. Dus je kunt het met bomen planten, het geeft aan dat je het goed kunt doen, maar dat je het ook kunt compleet verknoeien. Dit is een soort synthese die je tegelijkertijd ook een vergelijking maakt tussen niet-inheemse bomen in tuinen en inheemse bomen in het oranje versus het blauw. En naar die groepen van ecosysteemdiensten. En je ziet dan bijvoorbeeld dat in zaken cultuur en gezondheid, dus vooral die culturele diensten, denk aan die sierwaarde, dat die niet-inheemse bomen daar sterker scoren, bijvoorbeeld op basis van die opvallende bloemen, die ze toch veel meer hebben dan bij de inheemse soorten. Waarom is het qua producten hoger? Wel, in wezen vooral omdat van die bomen waar wij de vruchten van plukken, en graag van eten, dat zijn praktisch allemaal cultivars van niet-inheemse soorten. En als die al inheems zijn, zijn de cultivars dan dikwijls toch uit het buitenland afkomstig. In termen van habitat, wel, daar denk ik dat inheemse bomen zonder twijfel beter scoren dan de niet-inheemse bomen. Wat niet betekent dat die niet-inheemse bomen voor een aantal aspecten toch ook interessant kunnen zijn. Denk maar aan bijen bijvoorbeeld.
Voor de andere diensten zijn de verschillen eigenlijk klein. Luchtkwaliteit heb ik iets lager aangegeven voor de niet-inheemse, en dat is een beetje op konto te schrijven van die vluchtige organische stoffen. Die niet-inheemse boomsoorten produceren meer van dergelijke dingen dan de inheemse soorten. Dus samengevat zou ik zeggen, bomen, dat zijn absoluut veelzijdige dienstenstations. Maar helaas nog altijd in de ogen van velen waardevol, maar eigenlijk als het op de keper aankomt of finaal toch waardevolle bijkomstigheden. En was ook de titel van een boek van Bart Tritsmans. En daarboven, Carlos Magdalena omschrijft het in het boek De Plantmessaja's, waar dus ook een Nederlandse uitgave van bestaat. En we zijn er misschien blind voor, maar planten vormen de basis van alles, direct of indirect. Planten leveren zuurstof die wij inademen. Planten kleden, genezen en beschermen ons. Planten zorgen voor ons onderdak, ons dagelijks eten, ons drinken. Planten zijn onze grootste en tegelijkertijd onze meest bescheiden dienaren. En hij besluit, en als dank voor hun generositeit behandelen we ze beroerd. En ik denk, sluit op zich dus ook wel goed aan bij die uitspraak van Bart Tritsmans. Bomen komen in een grote diversiteit. En als je het aantal inheemse soorten vergelijkt met het aantal uitheemse wel, dan ga je vaststellen dat daar zeer grote verschillen zijn. Inheems, ongeveer 35, zowel in Nederland als Vlaanderen. Uitheemse, die bij ons aanwezig zijn en die weer ook groeien, ongeveer 3000. En dan heb ik het alleen over soorten. Ondertussen zijn ook een deel van die uitheemse of niet-inheemse boomsoorten ingeburgerd. Zijn er een 34-tal. Maar er zijn ook 4 die problematisch geworden zijn. En ze staan hieronder opgesomd: Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, poplaurier en hemelboom. De hemelboom is ook een soort die op de zogenaamde Unielijst van de Europese Gemeenschap staat. En die we eigenlijk moeten, laten we maar zeggen, aanpakken en beheren. Goed, sommige van die niet-inheemse boomsoorten die zijn dus ondertussen al heel lang ingevoerd en ondertussen handhaven ze zich ook spontaan. Daarom noemt men ze ingeburgerd, die 34. Is dat voor 1500 gebeurd, dan spreekt men van archeofieten. Is dat na 1500 gebruikt, dan spreekt men van neofieten. En dat gaat om een flink pak soorten, maar dat zijn uiteraard niet allemaal boomsoorten, er zijn maar een 34-tal boomsoorten. Inheems en ingeburgerd, of wij het nu graag hebben of niet, maar die horen er eigenlijk bij. En die zijn ook niet meer weg te denken. Hè. Ondanks eventueel heel dure campagnes om Amerikaanse vogelkers te bestrijden, wegkrijgen, dat lukt bijna niet meer. We mogen al dik tevreden zijn als we ze uit natuurgebieden kunnen houden. Wat we wel merken, dat is dat het aantal nieuwe soorten dat binnenkomt, dat sinds 1950 ontzettend is toegenomen. En dat is volledig op konto te schrijven van de globalisering en de bijgaande mobiliteit, maar ook een klein beetje op basis of als gevolg van de klimaatverandering die meer in de kaart speelt van die niet-inheemse soorten. Waarom hebben wij zo weinig soorten? Wel, eigenlijk hebben we er ooit heel veel ook gehad. Maar door de ijstijden zijn we heel veel van die soorten kwijtgeraakt. En hier zie je dat figuurtje dat wat toont. De ijstijden die liepen ongeveer van 2,4 miljoen jaar geleden tot circa 11.000 jaar geleden. En er zijn er zo 6 geweest, hier door in het blauw aangewezen. Die koude periodes noemt men ook glacialen. En het lichtgroene zijn de warme interglacialen, dus warme perioden tussenin. En met streepjes is telkens aangeduid of het genus voorkomt. En je ziet stelselmatig dat het aantal soorten verdwenen is en niet meer teruggekeerd. Alleen op het einde, in die 11.000 jaar, zijn er een paar teruggekeerd. Nu, hoe komt dat? Wel, eigenlijk is de situatie in Europa daarvoor verantwoordelijk. Hier zie je 2 situaties aan de rechterkant. Gedurende interglaciaal was een groot deel van Europa zat dat onder bos. Behalve uiteraard vlak tegen de Poolzeeën. En in het hooggebergte, daar was ijs aanwezig. Maar gedurende zo'n koude periode, ja, dan kwam het ijs uit het noorden richting zuid.
en tot ongeveer de stuwwallen liepen door Nederland. En ook uit de gebergten, en daar hebben wij pachten opzichte van Noord-Amerika, die in Europa oost-west verlopen. Dus eigenlijk geraakten die boomsoorten en andere organismen op hun migratie naar warmere oorden, naar het zuiden, echt geklemd tussen twee ijsmassa's. En dat is niet ene keer gebeurd, maar diverse keren. Wat dan ook verklaart dat een groot aantal boomsoorten uitgestorven zijn. Ik weet niet of u de namen kunt zien die daarbij staan. Maar dus een flink pak van die soorten die verdwenen zijn. Hier staan de namen van de geslachten, van de genera. Dat zijn ook soorten die vaak gebruikt worden in tuinen. En in feite zijn een flink pak van die soorten voor die 2,4 miljoen jaar ontzettend lang, vele tientallen miljoenen jaren aanwezig geweest, ook in onze contreien. Dat maakt dat voor sommige mensen, dat men eigenlijk niet alleen twee categorieën maakt, inheems versus niet-inheems, maar dat men een onderscheid maakt in niet-inheemse boomsoorten tussen bijvoorbeeld die boomsoorten die ook voor de ijstijden in Europa voorkwamen of bij uitbreiding in Eurasië of nog bij uitbreiding in wat hier in het blauw staat aangegeven op die kaart in het hele Holarctisch, het noordelijk halfrond gedeelte. En het zou wel eens kunnen zijn dat het feit dat die hier in die middenpositie zitten, in die middencategorie, dat die bij ons zo goed doen, dat zou ook wel eens iets kunnen te maken hebben met een aantal zaken die in de bonen gebeuren. Ik denk aan mycorrhiza en dergelijke. Maar dat is een hypothese die voorlopig toch nog niet bewezen is. Goed, inheems wil zeggen van natuur in een bepaald gebied voorkomend. En men gebruikt daarvoor meestal administratieve eenheden, bijvoorbeeld Vlaanderen, Nederland of België. En men koppelt er ook nog eens een tijdsperspectief aan vast. En dat wil dan zeggen, die van natuur in een bepaald gebied voorkwam na de laatste ijstijd, of als dat nadien is gebeurd, die tot hier spontaan geraakt zijn. Daaronder staat zo'n plaatje met de verspreiding van de Spaanse aak of veldesdoorn. Als je dat plaatje van Vlaanderen vergelijkt met een ruwe bodemkaart rechtsonder, dan merk je heel duidelijk dat die Spaanse aak vooral op de zandleem- en leembodems van nature voorkomt. Is wel inheems in Vlaanderen, maar bijvoorbeeld in de Kempen, Antwerpse en Limburgse Kempen, kwam die vrijwel niet voor. Dus met andere woorden, een flikpak van, het is niet omdat een soort inheems is dat die overal van nature voorkomt. En om dat onderscheid te maken, spreekt men van autochtone, streekeigen of streekvreemde boom. Dus met andere woorden, die veldesdoorn is streekvreemd in de Kempen. Desondanks wordt die overal aangeplant, is die zeer populair in openbaar groen. De naam uitheemse soorten, bij sommige mensen roept dat direct op problemen. En men denkt direct aan invasieve uitheemse soorten. Wat uiteraard een brug te ver is, het is maar een heel klein deeltje dat die invasief zijn. Dus een invasieve uitheemse soort is dan een soort van vreemde oorsprong, die zich massaal heeft uitgebreid in zijn nieuwe omgeving. En, er moet nog iets bij, die daar ook andere soorten heeft verdrongen. Meestal zijn dat inheemse soorten, met andere woorden, er is dan biodiversiteitsschade. Soms zijn dat soorten die economisch belangrijk zijn, bijvoorbeeld in de landbouw. En dan spreekt men van economische schade. De EU heeft sinds 2014 een verordening op die invasieve uitheemse soorten. En heeft naar aanleiding daarvan ook een lijst opgezet van soorten die daaronder vallen. Die we dus moeten op een of andere manier terugdringen. Die Unielijst is ook aangepast in 2019. Daar staan twee boomsoorten op. Hemelboom, waarvan je rechtsboven een plaatje ziet, en een acacia, die bij mijn weten hier in Vlaanderen niet voorkomt, omdat die ook sowieso niet winterhard is. Dus invasief wordt heel dikwijls gekoppeld met uitheemse boomsoorten. Nochtans zijn er ook invasieve inheemse boomsoorten. De Engelsen hebben daarvoor een naam bedacht, tucks. Als je dat opzoekt, ga je vinden hangsters. Dus zo zouden kunnen genoemd worden hangstersoort. Maar ja, dat is evengoed een pejoratief woord. Dus het is veel beter van inheemse dominanten te noemen. Want dat is ook wat dat ze vaak gaan doen.
Het plaatje daar rechts van is de gewone esdoorn, die in België van nature alleen maar voorkomt in de kalkstreek in Wallonië. En daarbuiten wordt die dan toch door de meesten beschouwd als niet-inheems en is wel degelijk invasief. Dat kunt je zien in heel veel parken, maar ook in bossen, waar vaak wat verstoring is, dat die soort wild om zich heen dringt. Dus invasiviteit is niet alleen een kwestie van uitheemse soorten. Dat is eigenlijk wat ik er wou bij zeggen. En de boodschap is uiteraard, gebruik geen invasieve soorten in uw tuin. Maar ik moet er toch aan toevoegen, invasiviteit is een dynamisch gebeuren. En het kan zijn dat een soort invasief gaat worden in de toekomst. En dat risico zit erin voor een aantal, al was het maar omdat we uiteraard ook in een context van klimaatverandering zitten. Andere problemen met inheemse soorten, ik weet niet of je het problemen mag noemen, maar in ieder geval, onze inheemse soorten zitten tot op zekere hoogte in nesten. Bijvoorbeeld, meer en meer hebben we nood aan droogte-tolerante bomen. En eigenlijk, als je dat ecogram bekijkt, dan zie je dat daar maar een heel beperkt aantal boomsoorten van nature op die droge bodems voorkomen en die inheems zijn. Wintereik is er eentje, de donzige eik is er eentje, de zomereik is minder goed, Pinus silvestris is de grove den. Vergelijk je dat met een lijst uit een beroemde publicatie van 2006, waar honderden boomsoorten in staan. Wel, hier heb ik de ongeveer 20 meest droogtolerante boomsoorten opgesomd. En dan merk je dat daar eigenlijk maar 3 soorten in zitten die je als inheems kunt beschouwen. De Geneverbes, Pinus silvestris, door sommigen beschouwd als inheems, door anderen niet. De grove den dus. En die Quercus pubescens, de donzige eik, die in de kalkstreek van nature voorkomt in België. Dus heel weinig boomsoorten, inheemse boomsoorten, die goed tegen de droogte kunnen. Komt daar nog bij dat er ook een groeiend probleem is met ziekten en plagen bij boomsoorten. En het valt op dat die inheemse boomsoorten daar toch iets meer gevoelig voor zijn dan de niet-inheemse boomsoorten. Wat dan eigenlijk ervoor pleit dat, ja, opnieuw, dat we toch misschien die niet-inheemse zomaar niet mogen opzij laten als het over onze tuinen gaat. Inheemse zijn daar ook niet tegen bestand, maar ook niet alle niet-inheemse, wat eigenlijk betekent, gebruik liefst een diversiteit aan soorten. En dan gaan de problemen ook niet te groot worden of niet zo groot worden als de iepenziekte of als de essentakkenziekte en andere van die ziektes die de kop opsteken de laatste periode. Ik stel ook vast dat de meeste inheemse boomsoorten voor een gemiddelde tuin ook veel te groot worden. In dat boek heb ik mij beperkt tot boomsoorten die onder de 12 meter blijven. En waarom die 12 meter? Wel, dat stemt overeen met een klasse, een grote klasse van bomen, namelijk klasse 2. En als je een huis neemt met een beneden, met een gelijkvloers, een eerste verdieping en met een dak op, een zadeldak, dan zit je ongeveer aan 8 tot 10 meter. Bomen 1b en 1a worden sowieso groter dan 12 meter tot 20 tot 20. Wel, de meeste tuinen zijn gewoon te klein. Daaronder is een lijst van inheemse boomsoorten gezet. En je ziet eigenlijk dat er toch maar een klein aantal interessant zijn die voldoende klein zijn. De meeste van die andere soorten die niet vetjes aangeduid zijn, zijn om een of andere reden niet interessant. Bijvoorbeeld omdat ze typisch zijn voor natte bodems. Of omdat het genetisch materiaal niet super is, bijvoorbeeld bij wilde appel of bij Geneverbes bij ons. Dus wat eigenlijk betekent dat weinig inheemse boomsoorten zijn echt geschikt voor de doorsnee tuin. Weinig inheemse boomsoorten bovendien met opvallende bloemen of bloeiwijzen of met eetbare vruchten. En als ze al eetbaar zijn, zijn die vruchten ook vaak heel klein. Opvallende herfstkleuren en uiteraard, Paul gewezen dat er geen traditie is op het gebruik van inheemse boomsoorten in tuinen. Diversiteit in soorten, dat is één ding, maar uiteraard ook diversiteit in vormen. En niet alle vormen zijn even geschikt voor tuinen. Hè. Onder de klassieke boomkronen is duidelijk dat voor kleine tuinen zuilvormen bijvoorbeeld meer geschikt zullen zijn dan breedvaasvormige bomen
heel wijd opengroeien. Er is ook variatie in fenologie en dus de verschijning van bladen, bloemen varieert over het jaar. Verscheidenheid in bladtypes, dus een enorme variatie die praktisch op te delen valt in de categorieën die hier staan. Hoogstam, en daar is een zekere vrije stamhoogte die in tuinen 1,80 meter, 2 meter is. Voor wegen moet die hoger zijn. Meerstammige bomen zijn ontzettend populair geworden. Zuilbomen, dikwijls te herkennen aan de toevoeging van de cultivar Fastigiata of Conica. De veerde bomen zijn eigenlijk bomen met recht op aan de stam, maar van onder tot boven betakt. En natuurlijk, dat maakt het misschien iets minder interessant voor tuinen. Bolbomen zijn meestal geënt op een onderstam. En die onderstam kan natuurlijk wat variëren van lengte, 1,80 meter, 2,40 meter, maar zijn op zich bijzonder geschikt voor tuinen. Treurbomen, wel takken heel laag hangend, meestal ook vrij groot. Niet allemaal, maar misschien ook iets minder geschikt. En dan helemaal rechts, heel veel verschillende wat men noemt vormbomen. Takbomen, leibomen, berceaus, kandelaberbomen, knotbomen. Dus bomen die soms een geometrische vorm hebben, maar dat is iets dat je eigenlijk alleen maar houdt door veel werk, zou ik zeggen. En in die optiek vind ik dat minder aanbevolen voor een tuin. Tenzij dat je natuurlijk graag tuiniert en graag snoeit. Maar dat doe je misschien graag als je jong bent, maar naarmate dat je ouder gaat en dat je op een ladder moet gaan staan, wordt dat duidelijk minder interessant. Oké, we willen nu eigenlijk wel graag weten wat jullie soms tegenhoudt om bomen te planten. Met invullen van de volgende poll hopen we hierin wat meer inzicht te krijgen. Een pasklare oplossing op al jullie antwoorden hebben we nu nog niet, maar we zoeken mee naar oplossingen en houden jullie hiervan gepaste tijden op de hoogte. In de volgende 8 minuten stellen de partners van deze avond zich graag aan jullie even voor. Dag kijkers, mag ik u even voorstellen aan Tuinen van Heden. Wij zijn een burgercollectief van een 7-tal mensen die heel enthousiast een plan hebben opgevat. Wij zouden namelijk de aanleg en het behoud van voedselbossen en gelaagde tuinen in Vlaanderen willen stimuleren en ondersteunen. En daarvoor hebben wij een goede reden, denken we. Deze uitdagende tijden hebben immers een aantal zeer grote uitdagingen in zich. En we denken dat voedselbossen daar iets kunnen aan verhelpen. Namelijk, opname van CO2, zoals u weet een gigantisch klimaatprobleem, maar ook andere broeikasgassen. En we willen die CO2 opnieuw in de bodem krijgen om die bodem te verstevigen en gezonder te maken. En uiteraard is dat ten goede van de opnamecapaciteit voor water, wat ook een gigantisch probleem aan het worden is. Daarnaast denken we dat voedselbossen ook een gezonde voedingsproductie kunnen meebrengen, waar we toch ook allemaal een beetje nul aan hebben, denk ik. En bovendien zou de biodiversiteit met het aanleggen van een voedselbos enorm gediend zijn. Fauna en flora staan enorm onder druk en niet in het minste insecten die dreigen onze voedselproductie zelfs te handicappen. Bovendien is een voedselbos een geweldige tuin om in te vertoeven, zodat onze geestelijke gezondheidszorg er ook wel bij vaart. Last but not least, je kan er ook sociale doelstellingen aan koppelen om met de buurt of met een gezelschap van mensen die erbij betrokken zijn een interessant project van te maken, zodat er ook nog sociaal een meerwaarde is. Kortom, voedselbossen moeten er komen om de minder goed gebruikte landbouwgronden te vervangen door een hoogwaardig gebruik. Om ons doel te bereiken hebben wij een website gemaakt. En die is sedert een week of twee in de lucht, dus u kan hem consulteren. www.tuinenvanheden.be. U vindt op die website een aantal interessante praktische richtlijnen, hulpmiddelen, zoals planning, hulp bij plantenkeuze, noem maar op. Alle mogelijke praktische informatie die je kunnen helpen met een concreet project. Daarnaast willen we eigenlijk zoveel mogelijk projecten die al bestaan, oude en nieuwe, in een soort netwerkverband samenbrengen,
zodanig dat die projecten elkaar kunnen steunen. Concreet zien we dat door de uitwisseling van ideeën, ervaringen, planten, maar ook initiatieven zoals evenementen die worden opgezet. Kortom, alles wat kan uitgewisseld worden om de aanleg en het behoud van die voedselbossen te versterken. Ik nodig u uit om eens een kijkje te nemen op die website en daar kan u kiezen op welke manier u ons project eventueel zou kunnen steunen als u dat zou doen. Het kost u niks, wij verdienen er ook niks aan. Tot gauw en geniet verder van deze fantastische webinar. Tot kijk. Goedenavond, mijn naam is Daan Janssens van het regionaal landschap Kleine en Grote Neten. Ik ben heel blij dat ik jullie mag verwelkomen op deze webinar, omdat Martijn Remy een echte referentiefiguur is, zeg maar, voor onze sector en de ruime groene sector. Met referentiewerken, zeg maar, bijbels over groenbeheer, over kleine landschapselementen, over bossen in Vlaanderen en niet in het minst over natuurbeheer. Heeft hij heel wat bakens uitgezet voor het landschapsbeheer vandaag in Vlaanderen. Maar dat kleine stukje open ruimte dat nog buiten zijn beschouwing was gevallen, namelijk de tuinen, heeft hij ruimschoots goed gemaakt met dit boek, zijn laatste publicatie, De Juiste Boom voor Elke Tuin. Waar deze webinar natuurlijk over gaat. Excellent naslagwerk, prachtig boek. Maar daarnaast ook een heel interessant boek om een debat te openen binnen onze sector. Namelijk het debat over welke soorten kunnen we wel of niet toelaten. En vroeger was het geldende paradigma nogal duidelijk en rechtlijnig. Namelijk, we hebben een lijst van inheemse soorten en enkel die zijn welkom in ons landschap. Martijn Remy stelt dat sterk in vraag en in die zin denk ik dat het interessant is om deze webinar ook een stukje als startpunt te zien voor een debat daaromtrent. Als regionale landschappen worden daar ook in bevraagd. Hè. Klassiek doen wij de aanleg en het ontwerp en het beheer van landschapselementen in het open landschap, in de open ruimte, zeg maar. Maar de laatste jaren gaan we meer en meer ons ook begeven in die urbane zone en worden we gevraagd om pleinen, parken, scholen te gaan ontwerpen, een groenvisie te schrijven over stedelijk groen voor openbare besturen. En des te meer in die context worden ook wij uitgedaagd om dat paradigma een stukje in vraag te stellen. Omdat daar gevraagd wordt naar nieuwe ecosysteemdiensten, naar beleefbaarheid, naar eetbaarheid, naar meer klimaatrobuuste soorten, die ook het hitte-eilandeffect aankunnen enzovoort enzoverder. En dus in die context, in dat debat, denk ik dat dit boek zeer inspirerend is. Deze webinar hopelijk ook heel inspirerend kan zijn. En dat we straks, na deze lezing, hopelijk nog verder mogen debatteren. Dus ik wens jullie heel graag een heel inspiratievolle avond toe met veel inzichten. En dan zie ik jullie straks hopelijk terug. Tot gauw. Goedenavond allemaal. We stellen u met veel plezier de werking van de Doedoenstuin te Schilde voor. Het is een openbare kruidentuin die onderhouden wordt door een groep vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn meestal herboristen, maar ook heel veel vrijwilligers die gewoon een groot hart hebben voor kruiden. Zij proberen de kennis en de passie voor de kruiden aan zoveel mogelijk mensen door te geven. En dit gebeurt in lezingen of workshops. Naast onze historische kruidentuin hebben we ook een kruidenreus, waar de kruiden staan op de plaats waar ze werkzaam zijn. Zo te zeggen, kruiden die goed zijn voor de maag staan ter hoogte van de maag. Niet vanaf het tweede jaar zijn onze thematuinen, waarbij we kruiden tonen die preventief en curatief ingezet kunnen worden bij diabetes, hart- en vaatziekten, maar ook bij aandoeningen zoals luchtweginfecties en ja, waarom niet, om onze immuniteit te stimuleren. Er zal ook een thematuin zijn rond soepkruiden en ook een vierkante metertuin. Jaarlijks organiseren we een planten- en kruidenmarkt. We hopen dat die op zondag 16 mei kan doorgaan. We hebben een oogstfeest met een heus soepfestival. En jaarlijks nemen we ook deel aan de Veldopen Tuindag. Onze jaarcursus natuurlijk moestuinieren, volgens de principes van de permacultuur, mag ook nooit ontbreken.
Bezoek onze tuin elke dag, die is vrij toegankelijk. En wij zelf vinden de tuin het mooist, op zijn mooist van juni tot oktober. En wil u meer informatie over onze werking, dan kan u terecht op de website www.todoenstuin.be. Je kan je daar ook altijd inschrijven voor onze nieuwsbrief. We hopen jullie weldra in onze tuin te mogen begroeten. Hartelijk dank. Ja, en Veld is ook initiatiefnemer van dit webinar. En ik ben ook heel blij dat Veld betrokken is. En de redenen zijn eigenlijk al aangehaald. Hugo sprak over het nut van bomen en het enorme enthousiasme dat er momenteel is rond voedselbossen. En Mieke sprak over het nut van de kruidlaag, kruiden voor de maag, kruiden voor in de soep. En ook het belang van sensibilisering en de enorme kracht van vrijwilligerswerk om veel dingen te realiseren. En dan Daan, die zwaaide met diverse boeken het belang van kennis. En daar sluit ik me zeker ook graag bij aan, want voor Veld is het dialoog voeren over die kennis, het uitwisselen en het laten groeien van die kennis zeer belangrijk. Want ja, bomen planten, oké, maar wat plant je waar en hoe doe je dat? Wat zijn de goede beslissingen? Nu is een groot basisprincipe van Veld altijd geweest de juiste plant op de juiste plaats, dus ook de juiste boom op de juiste plaats. En verder willen we zeer veel oog hebben voor natuurlijke processen. Het zou toch jammer zijn als je een boom plant dat die doodgaat, omdat ja, volgens de natuur hij eigenlijk niet op de goede plek staat daarvoor. En dan is er momenteel de enorme bezorgdheid terecht rond het klimaat. En daar zijn die verschillende lagen in de tuin echt wel een deel van de oplossing. Dus Veld brengt heel graag die verschillende dynamieken samen. En wil ook het gesprek organiseren, helpen organiseren over bomen in de tuin en ook ja, in parken enzovoort. Jullie hebben heel wat vragen gesteld. Jullie zijn momenteel met 465 kijkers. En ik ga nu enkele van die vragen aan professor Hermie stellen, vol op een veilige afstand. Op de gang. Ja, professor, enkele luisteraars waren toch wel bezorgd en wat boos over wat er gebeurt in hun wijk of hun gemeente, waar er ja, soms toch meer bomen gekapt worden dan er aangeplant worden. En de vraag is, ja, wat kan er gedaan worden om dat beleid te verbeteren? Zie jij misschien goede voorbeelden? Ik moet bekennen dat ik relatief weinig goede voorbeelden zie. Dat wil niet zeggen dat die er niet zijn. Ik heb ook wel de indruk gekregen dat men bijvoorbeeld in Nederland wel duidelijk meer aandacht en ook precies toch wel meer bezig is met bomen. En ik denk dat er bij ons toch nog wel werk aan de winkel is wat bijvoorbeeld bomenbeleidsplannen betreft voor de gemeente. En die klimaatsverandering maakt eigenlijk alleen maar duidelijk dat bomen in dat verhaal ontzettend belangrijk zijn. Dus we kunnen het ons eigenlijk zo stilletjes aan niet meer permitteren om ze niet de nodige aandacht te geven. Oké, dank u wel. En dan ja, de vraag uitheems, inheems. Iemand vroeg, is dit een lange inleiding om uitheemse soorten aan te prijzen? Dus doet u dat, uitheemse soorten aanprijzen? En waarom dan? Wel, eigenlijk heb ik al een hoop van de criteria waarop dat gebaseerd is aangehaald. En bijvoorbeeld omdat inheemse meer problemen hebben met ziekten en plagen dan de niet-inheemse. Niet dat de laatste volledig veilig zijn. Maar bijvoorbeeld ook de klassieke functies in tuinen, die sierwaarden. Ja, het merendeel van die soorten zijn niet-inheems, die opvallende bloei hebben. Idem dito, de vruchtenleveranciers zijn praktisch allemaal cultivars die eigenlijk misschien in het beste geval onderdeel zijn bij een inheemse soort, maar dat is ook al een heel klein deel. Dus er zijn genoeg redenen om te pleiten voor het gebruik van niet-inheemse soorten. Maar dat wil op zich niet zeggen dat de inheemse soorten niet welkom zouden zijn, zolang ze eigenlijk ook maar voldoen aan de eisen die gesteld worden, en bijvoorbeeld aan die ruimte-eisen. Ja, dat is dan meteen de laatste vraag. Iemand zegt een grote notenboom in een klein tuintje. Ja, waarom zou dat niet kunnen?
Ja, op zich kan dat, hè. De wet, zolang dat je de afstandsregels maar respecteert, dan mocht je planten wat je wilt in je tuin. Maar bedenk dat misschien binnen 30 jaar dat die boom te groot zal zijn en dat die ook, dat de buren bijvoorbeeld ook wel zullen meepraten daarover. En ik zelf heb thuis een notelaar staan, maar die stond er al toen we daar gekomen zijn. Ik heb gelukkig niet de problemen met de buren wat de notelaar betreft. Heb je een kleine tuin, wil je toch noten zetten? Kijk dan eens uit of er geen cultivar is. En er zijn er. Ik denk bijvoorbeeld aan een heel speciale, namelijk Joeglands Regia Purpurea, dan nog met een heel opvallend purperachtig blad, die beduidend veel kleiner blijft dan de klassieke notelaar. En er zijn ook nog andere cultivars die wat tussenin zitten, qua grootte. Dus ook daar is een oplossing. De keuze om vooral aan die kleinere bomen onder die 12 meter te werken in dat boek was vooral ingegeven omdat ik toch op heel veel plaatsen zie dat de mensen problemen maken omdat de bomen te groot geworden zijn en de buren moeien zich. En in de komende nieuwe wetgeving daar rond zal dat vermoedelijk niet beter worden, in tegendeel. Dus waarom dan niet een deel van die problemen vermijden? Misschien niet meer voor onszelf, maar voor diegenen die na ons op die plaats komen wonen of voor onze kinderen. Want zij zullen nog meer die bomen nodig hebben wellicht dan wij in een context van klimaatverandering. Oké, goed. Het tweede deel. Kiezen. Kiezen is een beetje verliezen en ik ga een aantal criteria aanhalen waarop keuzes kunnen gemaakt worden. En ik begin misschien met de moeilijkste grafiek die hierin zit, waar nogal wat lijnen op staan. De blauwe lijnen zijn neerslag per maand in Vlaanderen. En de geel-oranje lijnen zijn de potentiële verdamping per maand uitgedrukt ook. En wat merk je? De lichtblauwe lijn is de huidige neerslag. En we zien ongeveer dan een neerslag tussen 50 en 80 mm neerslag per maand. Wat heel goed is, dus we krijgen meestal neerslag in alle maanden van het jaar. Maar beduidend minder, bijvoorbeeld in de zomerperiode en soms in het voorjaar. Die donkerblauwe lijn is echter wat er voorspeld wordt op basis van klimaatverandering en weliswaar in het slechtste scenario. Maar voorlopig zitten we ook in de trend naar het slechtste scenario. En dan merk je dat die donkerblauwe lijn in het voorjaar, vroege voorjaar en in de winter hoger ligt dan die lichtblauwe lijn. Dus de neerslag gaat niet afnemen, zo lijkt het. Maar wel in de zomer beduidend afnemen. Maak je nu de vergelijking met die verdamping, dan ga je merken dat dat heel licht gearceerd geel, dat is het verschil tussen de neerslag en de verdamping. Dus in de zomerperiode is daar ongeveer een tekort aan water van 40 mm. Met de klimaatsverandering lijkt het erop dat tegen 2100 dat verschil al zal opgelopen zijn tot 80 mm. En dat ook de periode langer gaat geworden zijn. Met andere woorden, in die periode gaan er ook problemen zijn met serieuze droogte en tekorten. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, misschien kunnen die bomen water oppompen uit de ondergrond, maar koppel dat terug met de gevoeligheid van bodems voor droogte en dan merk je dat hier op die kaart van Vlaanderen veel geel en oranje staat en dat zijn juist bodems die gevoelig of zeer gevoelig zijn voor droogte. Dus dat betekent in zo'n geval dat we gaan te kampen hebben met serieuze problemen en dat we ook onze plantenkeuze gaan moeten aanpassen, wellicht ook onze groenvoorzieningen als geheel. En die kans op droogtes die zal toenemen. En was dat misschien eens met een terugkeerperiode van 20 jaar, voorspelt men dat eens in de 4 à 5 jaar dat we met die extreme droogte zullen geconfronteerd worden. En in stedelijke gebieden zal het probleem waarschijnlijk nog groter zijn, omdat één daar de watertafels sowieso dieper liggen door ophoging, maar soms ook door al of niet illegale waterwinning, gekoppeld ook met een hitte-eiland. Dus droogtegevoeligheid, aanpassing, groenvoorziening, aanpassing, plantenkeuze zal sowieso nodig zijn. En we gaan ook iets moeten doen aan dat hele waterhuishouding en alles wat daar rondhangt. Dat heeft in het buitenland een WSUD, noemt men dat, Water Sensitive Urban Design.
Een term die oorspronkelijk uit Australië komt, maar die ondertussen ook in Groot-Brittannië ingeburgerd is. En het behelst de planning en het ontwerp om waterrunoff zo klein mogelijk te houden, om infiltratie te verhogen, evapotranspiratie te laten stijgen en uiteindelijk om wijs met water om te gaan. En daarnaast staan eigenlijk een hele race aan mogelijkheden om dat te doen. Regentuinen, waar onder meer dat boek van Dunnett een heel goed voorbeeld van is. Groendaken, gevelgroen, bomen, buienbordels, wadi's. Ontharden, niet te vergeten. Doorlatende verharding, afkoppeling, regenpijp enzovoort. Dus er zijn tientallen maatregelen die we eigenlijk dringend moeten nemen om die invloed van die klimaatwijziging op die waterhuishouding zo klein mogelijk te kunnen houden. Het antwoord daarop is kiezen voor klimaatbestendige bomen. En dat betekent in de eerste plaats dat we de winterhardheid van de soort, want winterhardheidszones worden meegekoppeld met de soortaanduiding, dat we die nog altijd moeten respecteren. België en ook een flink stuk van Nederland ligt in zone 8. En dat betekent dat de gemiddelde jaarlijkse minimumtemperatuur ergens tussen min 7 tot min 12 ligt. In de toekomst zal dat ook 8 blijven. En ik denk dat de afgelopen weken hier in Vlaanderen ruim bewezen hebben dat we nog altijd vorst een week lang of meer van min 10 en dergelijke kunnen krijgen. Dus de aanduiding winterhardheid bij de soort blijft belangrijk. In de steden zal op termijn kunnen daar wellicht plus 1 toevoegen, dus dat we in winterhardheidszone zitten. De zwakheid van die winterhardheidsaanduidingen bij de soort is nochtans dat de herkomst van een soort ook belangrijk is. Een steeneik bijvoorbeeld van op de hellingen van de Mont Ventoux of een steeneik van in het dal bij Avignon in de Rhônevallei zelf, wel, die steeneik van op de Mont Ventoux, die gaat het perfect uithouden in ons klimaat, die van de vlakte daar waarschijnlijk niet. Dus, en dat zie je, die herkomst zie je niet vertaald in die winterhardheidszones, want veelal weet je dat niet als je een boom aanschaft. Tweede punt bij die klimaatbestendigheid is droogtetolerantie en ook hittebestendigheid. En in combinatie met de groeiplaats, en hier heb ik zo'n voorbeeldje getoond van paden die verdiept aangelegd zijn. En het voorgaande heeft daar aangetoond, we gaan in principe op een jaar bekeken niet minder neerslag krijgen, misschien zelfs meer neerslag. Maar die neerslag gaat er op dezelfde periode, dezelfde lengte, het aantal regendagen zal niet veel verschillen ten opzichte van nu, maar we gaan intensere buien krijgen. En op dat moment ga je ook moeten water kunnen laten infiltreren. En je ziet hier het microrelief van dat pad, wat lager dan die omgeving. Stel dat het volledig vlak is, wel, dan komt die tuin misschien onder water, wat uiteraard slecht is voor droogtetolerante bomen. Maar door dat water als het ware wat te kanaliseren in dat pad, dat uiteraard moet volop infiltreerbaar zijn, ga je die droogtetolerante bomen daarbuiten of droogtetolerante beplanting daarbuiten sparen van die intense natte gedurende een aantal perioden. Er zijn qua droogtetolerantie diverse boom- en soortenlijsten beschikbaar. Ik zou hier willen wijzen op een website die een paar weken terug online gekomen is, klimaatbomeninlimburg.be, met ook een bomenzoeker die toch heel wat van die informatie rond droogtetolerante bomen samenvat. In mijn boek staat er ook een lijst, maar die is beperkter dan bijvoorbeeld die klimaatbomen in Limburg. De rest ga ik even overspringen en kom ik bij het tweede element. Ruimte. En daar staan drie letters achter, BOA. B voor bovengronds, O voor ondergronds en A van afstand. Bomen nemen ruimte in. En in de eerste plaats denken we natuurlijk aan bovengrondse ruimte. En in de gemiddelde tuin of in de doorsneetuin heb ik in dat boek gekozen voor die kleinere boomsoort, omdat ik denk dat op termijn dat we daar ook het minste problemen mee hebben. Onder meer met de buren en dergelijke. De lijst daaronder zijn eigenlijk een lijst van soorten, uiteraard een beperkte lijst, met bovendien een aanduiding van soorten die toch enigszins droogtetolerant zijn.
Een ander aspect wat je niet ziet, de boomgroottes zijn relatief veel gegeven in talrijke bronnen, maar de breedte van de boomkruin, die wordt eigenlijk in heel weinig bronnen gegeven en die gaat naar de toekomst toe, gezien de wetgeving, alleen maar aan belang winden. Dus ik zou zeggen, als je de keuze van een boomsoort afstemt op de ruimte die je hebt, op de beschikbare ruimte, dat betekent op termijn minder onderhoud en ook minder zorgen. Heb je een heel grote tuin, dan belet uiteraard niks u om toch die bomen van die categorie 1, om grote bomen met andere woorden te planten. Wortels, ondergrondse deel. En bovengronds is wat onder ons opvalt, maar ondergronds, dat bepaalt eigenlijk of de boom goed gaat groeien of niet. Als je de spreiding aan wortels bekijkt in relatie tot de projectie van de kroon op de grond, dan kom je vaak aan een verhouding kroonprojectie-wortelprojectie van 1 op 2 tot 1 op 3. Uiteraard voor die smalle vormen of van die breed uitgroeide vormen moet je een licht andere formule nemen. Dat is één ding. Dus wortelprojectie is eigenlijk groter als de ruimte daar uiteraard voldoende is dan de eigenlijke kroonprojectie. De meeste boomwortels in ons klimaat bevinden zich in de bovenste meter van het bodemprofiel. En niet onder de vorm die hier met een X is aangeduid, maar onder de vorm rechts, waar dat kleine V'tje onder staat. Weinig wortels gaan bij ons dieper dan die 1 meter. Er zijn er een aantal, maar vaak hangt dat uiteraard ook af van de diepte van de bodem zelf. En voor een optimale groei van een boom, dan heb je een bepaalde hoeveelheid wortelruimte nodig. En die gaat ongeveer van een halve tot 0,75 kubieke meter per vierkante meter kroonprojectie, wat uiteraard geen gemakkelijke maat is, maar je kunt het ook uitdrukken in de figuur rechts, de boomgrootte versus het bodemvolume. Een boom van ongeveer 10 meter heeft ideaal een volume nodig van ongeveer 28 kubieke meters, wat behoorlijk veel is. Is die ruimte daar niet, wel, dan gaat die boom waarschijnlijk niet uitgroeien tot zijn volledige grootte en kan er uiteraard ook eventueel bij echte beperkingen ook wel vitaliteitsproblemen ontstaan. Wortelruimte. Derde luik, afstand tot een gebouw. Uiteraard willen we niet dat een boom echt een gevaar vormt voor onze woning. En daarom hanteert men ook voor die klassen van die bomen een aantal afstandsmaten. En voor die klasse 3 ongeveer 6 meter, 2, 6 tot 12 meter van de muren en voor de grotere bomen uiteraard nog verder. Wat ook ongeveer overeenkomt met die grafiek aan de rechterkant. Bomen op een veilige afstand van huizen, dat betekent ook dat je minder zorgen moet maken als het stormt, bijvoorbeeld. Een ander aspect is uiteraard de afstand tot de perceelsgrens. In België gaat straks de oude regels van het veldwetboek vervallen. Vanaf 1 september wordt een nieuwe regeling van kracht. Daar zitten gelijkenissen in met de oude regel, maar het betekent eigenlijk nog min of meer dat de bomen op een afstand van minstens 2 meter van de perceelsgrens moeten komen. En in de praktijk zal die afstand nog meer dan 2 meter worden. Voor hagen en struiken is dat een halve meter. Leigroen mag in principe niet boven de omheining uitkomen. En bij overtreding kan een rechter kiezen voor de minst ingrijpende maatregel, wat ik op zich nog positief vind, maar het zal afwachten zijn wat de praktijk biedt. En overhangende takken of doorschietende wortels worden beschouwd als een miskenning van het eigendomsrecht van de buur. En erger, de vrederechter kan ook preventieve maatregelen nemen om burenhinder te voorkomen. Dus al in de plantfase zou men al kunnen optreden. En de buur mag de takken of wortels die over de grens van de percelen groeien op eigen houtje en op kosten van de eigenaar van de beplanting wegsnijden. Wanneer de takken of wortels door de eigenaar van de beplanting niet weggehaald werden, binnen 60 dagen na een aangetekend schrijven. En het recht op verwijdering te eisen kan niet uitdoven door verjaring.
Je kunt wel indenken dat met die nieuwe wetgeving dat bijvoorbeeld heel veel straatbomen in acuut gevaar komen. En dat is ook een reden waarom 8 verenigingen al naar het grondwettelijk hof zijn gestapt. Maar daar is nog geen uitspraak over. Dus ik vermoed ook persoonlijk dat die nieuwe regeling meer gaat leiden tot problemen dan echte oplossingen. Derde criterium, bodem- en lichtcondities. En vooral bij nieuwe woning zie ik toch dikwijls dat er heel veel problemen zijn met bodemcompactie. En het is ook niet omdat men het bovenste 10, 20 centimeter van die bodem na het plaatsen van een nieuw gebouw gaat frezen, gaat losmaken, dat je een doorlatende bodem krijgt. Die bodemcompactie zit dieper. En in feite zou je de bodem moeten kunnen losmaken dat die doorlatend is tot ongeveer een meter 20. Dat kan eventueel door zuurstof in de bodem in te brengen, het zogenaamde ploffen. Wat de zuurtegraad betreft, zie je hier een tabelletje. De groene zone is eigenlijk de zone die goed is voor plantengroei. De rode zone, eens boven de 8 pH, de zuurtegraad, of onder de 5, wordt het minder interessant voor de meeste soorten. Als je dit koppelt met de verdeling van de bodemzuurtegraad in de bodems, in de tuinbodems in België, dan merk je dat het leeuwenaandeel ongeveer op alle bodems, of dat nu klei of zand is, dat die in die groene zone zit. Wat uiteraard betekent dat de meeste tuinbodems ook geschikt zijn voor de meeste boomsoorten. En voor die plaatsen die te nat zijn, of die bijvoorbeeld zeer zuur en zandig zijn, heb ik in dat boek aparte lijsten gemaakt. En uiteraard ook lijsten voor bijvoorbeeld schaduwrijke plekken. En bijvoorbeeld, ik denk onder een kroondak of aan de noordzijde van hoge gebouwen. En bijvoorbeeld dingen als hulst, sporkenhout of vuilboom, taxus of hier de tweestijlige meidoorn. Dat zijn dan allemaal inheemse soorten. Of wieltjesboom helemaal boven rechts. Of camellias de Japanse esdoors, wel dat zijn dan soorten die in de ondergroei staan, maar die ook wel in de praktijk graag lichtzure bodems hebben. Er zijn er uiteraard veel meer dan die paar. In het boek zijn uiteraard nog criteria toegevoegd. En ik heb de bomen eigenlijk opgedeeld in een aantal groepen, 23 groepen, in principe met bomen die allemaal kleiner blijven dan die 12 meter. Elke groep wordt wat geduid. Er worden wat voorbeelden besproken en in de tabel staan nog meer soorten. En dat gaat rond de criteria die met grootte en vorm te maken hebben. Dat zijn ecologische criteria. Dat heeft ook met diensten te maken. Bijvoorbeeld bomen met opvallende bloemen, om maar eentje te noemen. Of vlezige eetbare vruchten. Meer aspecten van biodiversiteit. Bomen die interessant zijn voor insecten en voor bijen bijvoorbeeld. Ook de inheemse bomen staan daar. En ook een rariteitenkabinet voor mensen die een speciale dingen zouden willen. Hier kan ik uiteraard niet al die dingen toelichten. Ik ga kort twee groepen toelichten, namelijk bomen met opvallende bloei en dan kort ook die vlezige eetbare vruchten. In het boek staan wat opvallende bloei betreft 92 soorten en dan nog een aantal cultivars. En daar zijn een aantal kenmerken opgesomd. Bijvoorbeeld bloemgrootte staat daarbij, drama, ga ik straks iets over zeggen. Of die bloemengeuren, de bloemkleur, de bloei voor de bladzetting, want dat kan uiteraard het effect ook wel beïnvloeden, de bloeiperiode, grote, breedte en winterhardheidszone. Bijvoorbeeld, wat bedoel ik met drama en impact? Wel, als je die bloem hier ziet van die Magnolia wisseneri, wel, de diameter van die bloem is ongeveer 20 centimeter. Is bovendien ook geurend, aangenaam geurend, opvallende kleur. De bloemen verschijnen wel als een blad er al is. Dit noem ik een plant met impact. Daarnaast natuurlijk kan het ook drama zijn. En drama beschouwt men als een bloemenzee. En bijvoorbeeld hier de Yoshino-kers, waarvoor miljoenen of tientallen miljoenen Japanners elk jaar weer in de lente naar buiten komen om de bloeiende sierkersen te gaan bekijken. Kleine bloemen, diameter 3 centimeter, 3-4 soms. Maar ja, uiteraard de massa bepaalt het effect. Het ene noemt men drama, het andere impact. En sommige soorten hebben het natuurlijk wel allebei, zoals deze bijvoorbeeld, die voor het moment volop in bloei staat. Magnolia lupnerii, in dit geval een variëteit Leonard Messel.
Maar er zijn er andere, verwant met de stermagnolia, dat was ook een analoog. Vrij grote, opvallende bloeien, een massa-effect. En dan bovendien nog voor de eigenlijke bladzetting, wat het extra aantrekkelijk maakt. Dan het tweede voorbeeld, Judasboom. Een Europese soort uit het oostelijk deel van het Middellandse Zeegebied. Wordt een 8 meter, meestal meerstammig. En dus kan ook vrij breed worden. Geurende bloemen in de lente. En die bloemen zijn bovendien eetbaar. En een van de meest opvallende dingen is wat men noemt stambloei of caulifloria. De bloemen staan op de takken, op de stammen. En dat is een kenmerk dat vooral tropische boomsoorten hebben. Maar er zijn er ook een paar niet-tropische die dat hebben. En die Judasboom is er zo eentje van. Is ook een drachtboom. Heeft een hele herfstkleur. En is bovendien behoorlijk droogte-tolerant. En er is ook bijvoorbeeld een variëteit van met witte bloemen. Cercis siliquastrum alba. Dan een andere magnolia. In teerpunt aan bijvoorbeeld de magnolia's die nu in bloei staan. En de meeste die nu in bloei staan is de klassieker, Magnolia soulangeana. Wel een van de tere punten, en dat hebben we ook gemerkt, dat is dat er soms vorstschade is. Deze hier is Magnolia daphne. Ingewikkeld van oorsprong. Een selectie die in het Arboretum Wespelaar gemaakt is. Bloeit vrij laat, waardoor hij ook eigenlijk ontsnapt aan late vorsten. Is ook een relatief kleine boom, heeft een open groeiplaats nodig, is een van de beste gele op de markt en is niet mijn quote, maar is een quote van mensen die het kunnen weten. Dan een soort die ook wel echt opvallend is, uit noordoostelijk Azië komt, Amurmachia, ook wel Japanse zilverboom genoemd, en hier zie je wel duidelijk waarom. Als die bladeren ontluiken, dan zijn die zilverkleurig. De bloei zit in juli, augustus, geurend, ook een drachtplant. Dus eigenlijk best een heel mooie soort voor zon- en halfschaduw. En bovendien ook nog wel een afschilferende schors, wat een extra aantrekkelijkheid biedt op het moment dat de boom bladloos is. En dan ja, misschien specialetjes die wat tropisch aandoen. Maar je zult het merken, deze lagerstreumia's, het zijn meestal hybriden. Eigenlijk vooral het werk van een Amerikaan die heel zijn leven gespendeerd heeft aan die twee soorten, indica en fauriri. En er is ook nog een derde soort. Indica heeft het probleem, heeft wel die mooie bloemen, die zo een beetje gekreukeld zijn, net zoals de kattenstaart bij ons. En het tere punt was meeldauw en ook de winterhardheid. Maar door inkruising met die tweede soort daar is die winterhardheid verbeterd en is ook die ziektegevoeligheid volledig verdwenen. Is ook een heel lange bloeier en die komt in kleuren van wit, roze tot bijna purper. Heeft heel opvallende herfstkleuren, roodachtig en een heel mooie afbladderende schors, een beetje zoals platanen. Eenmaal gevestigd is het ook een soort die vrij droogte tolerant is. Bij jonge exemplaren is toch nog altijd enige vorstbescherming mogelijk. En ik denk voor echte plantenliefhebbers is dat een van de soorten die je zult zien meer en meer gebruikt worden in de komende jaren. Dan een soort die uit China komt. Een zevenzonenboom. Is een blijkbaar de Nederlandse vertaling van de Chinese naam. Die zou verwijzen naar zeven bloemen binnen ieder bloemgestel. Maar het merendeel in de praktijk blijkt maar zes bloemen te hebben. Dus maar bon, de naam bestaat. Hepta wijst naar zeven. Is familie van ons Camperfuli. Is een genus Heptacodium waar maar één soort binnen is. Vandaar monotypisch. Is bladverliezend, kleine boom, vaak meerstammig. En het speciale is bloeit in de zomer, wit bloeiend, en dat ziet je van boven. Maar als het uitgebloeid is, gaan de kelken verkleuren roodachtig. Wat eigenlijk maakt, of de indruk wekt, dat het nog een tweede keer bloeit. Het heeft ook opnieuw een mooie herfstkleur, is iets voor een zonnige standplaats, is ook een drachtplant voor bijen. Dus kortom, toch wel een interessante soort voor onze tuinen.
En dan tenslotte ook nog iets over die vlezige eetbare vruchten. Daar staan in het boek 59 taxa, maar veel meer cultivars opgesomd. Dit is het topje van de lijst die hier getoond wordt. Ik ga er ook een aantal uithalen, maar uiteraard zijn er voor die groep ook nog andere bronnen, zoals onder meer een boek van Veld, appel, meer en... Wat is dat? Appel, peer en meer. Een klein beetje klein op mijn scherm. En ik begin met een inheemse soort, hele cornulia. Wel, inheems in een aantal streken, in de Voerstreek, in Zuid-Limburg, in Nederland. Bijvoorbeeld inheems, een traag groeiende kleine boom, soms struik, dus kan meerstammig zijn, kan ook eenstammig zijn. Een van de leuke dingen is dat die bloeit, een van de eerste die bloeit na de winter. En daar staan N4P4, dat wil eigenlijk zeggen dat die qua nectar en pollen praktisch een uitstekende soort is. Het maximum score is, de maximum nectar en pollenwaarde is 5. Dus hele cornouilles scoort wat dat betreft zeer goed. En levert bovendien eetbare vruchten op. In tegenstelling tot de rode Cornus sanguinea, die giftig is voor de mens. Die gele cornouille is ook verwant met Cornus officinalis, Japanse gele cornouille. En men vermoedt zelfs dat die twee soorten eigenlijk oorspronkelijk dezelfde waren. In het Miocene zou die Japanse geleidelijk aan weggeëvolueerd zijn, ook door gewoon geografische isolatie. Maar de twee zijn heel intens verwant met elkaar en ook niet zeer verschillend. Nu, voor de vruchten uiteraard heeft men diverse cultivars. Hier zijn er een aantal opgesomd, gaande van Jolico tot bijna onuitspreekbare namen. En alleen al aan die namen merk je dat dat cultivars zijn die niet van bij ons komen. De laatste bijvoorbeeld, Schwitzlachjok, is ene uit Oekraïne. En ja, wat is daar goed aan? Wel, die vruchten zijn gewoon een stuk groter dan van de wilde hele cornouille, wat hem uiteraard qua voedselproductie aantrekkelijk maakt. Opgelet, die vogels eten dat ook graag, dus je zult er toch een of andere bescherming moeten aangeven of er vloeg bij zijn. Een tweede, weinig gebruikte soort tot nog toe, een peer, die men ook wel eens aanduidt als nashi-peer, appelpeer of Aziatische zandpeer. Maar nashi-peer is eigenlijk twee keer peer, want nashi is blijkbaar het Persisch voor peer. Dus heb je, als je nashi-peer zegt, zeg je peer-peer. Een kleine boom met een prachtige, spectaculaire bloei in de lente is voor het moment aan het bloeien. En de vruchten die zijn appelvormig en die zien er een beetje zo uit, meestal met witte, grijze stippels. En er zijn ook een aantal cultivars van beschikbaar, onder meer cultivars die min of meer zelfbestuivend zijn. En in tegenstelling tot nogal wat andere, de klassieke peren, heeft hij ook nog een goede ziekteresistentie. En dan een klassieker die voor wat mij betreft niet zou mogen ontbreken in een tuin, tenzij je een heel kleine tuin hebt, dat is de kweepeer. Is al heel lang aanwezig in onze kontrijen, maar oorspronkelijk komt hij van rond de Kaspische Zee. Wordt een 6 meter hoog, soms op een onderstam van lijsterbes of meidoorn. Bloeit in mei en die bloemen zijn best spectaculair, maar ze vallen niet zo erg op, omdat die op dat moment ook al volop in blad staat. Wit, maar met een roze dooradering. De vruchten zijn heel breed te gebruiken voor alles en nog wat, alleen meestal niet vers te eten. Eén teerpunt is wel dat sommige van die cultivars geven dergelijke grote vruchten, in sommige jaren ook zo massaal, dat takbreuk, stambreuk of dat de boom wat gevoelig wordt voor windworp, heb ik zelf thuis ondervonden met mijn kweeperen. De vorm van die vruchten is meestal peervormig, maar kan ook min of meer appelvormig zijn. En hier zie je een aantal van de variëteiten. Vranja bijvoorbeeld is een klassieker, die peervormige variëteit. Aiva is een relatief nieuwe variëteit. En Aiva zou het Turks zijn voor kweepeer. En het voordeel van die Aiva zou zijn, maar ik moet het nog ondervinden, dat die al geplukt, als hij rijp is en je plukt hem van de boom, dat je hem al direct zou kunnen eten. Wat niet kan bij de meeste variëteiten.
Maar kweeperen worden al heel lang geprijsd, tot zelfs in de 17e eeuw toe. Het citaat van de 21e eeuw van Johnson Hughes: je kunt alle appels en peren kopen die je nodig hebt, maar de kweeper is de truffel van de boomgaard. Wel, ik denk dat dat goed weerspiegelt wat de waarde is van de kweeper. Dan absoluut een andere soort, en zeker geen klassieker, is Sisyphus jujuba, de jujube-boom, Chinese dadelboom. Voor de bloemen hoef je het niet te doen, die zijn klein en onopvallend. En de Chinese dadelboom is bovendien doornig. Maar, het goede nieuws, is dat er ook een doornloze variëteit is, de Var inermis. Is een soort die al duizenden jaren in cultuur is, met honderden cultivars in China. Hij geeft vlezige steenvruchten, die vers en gedroogd gegeten zijn, en qua samenstelling uitstekend voedsel, zoetsmakend, geel bloeiend, mei, juni, 6 à 10 meter groot, en daaronder opnieuw een aantal variëteiten die vrijwel doornloos zijn en die geschikt zijn voor ons klimaat. Maar is absoluut nog geen klassieker. Eigenlijk ook, Sorbus ocuparia, de wilde lijsterbest, is een inheemse soort. Deze variëteit, Edulis, is een lijsterbest, oorspronkelijk afkomstig van het gebergte in het noordwesten van Tsjechië. Smal opgaand, wat hem uiteraard interessant maakt voor een tuin. Omdat hij dan toch niet te veel ruimte inneemt. De vruchten zijn beduidend groter dan bij onze wilde lijsterbes, wat hem natuurlijk aantrekkelijk maakt. Is ook een goede draagboom. En eenmaal gevestigd is die ook behoorlijk goed droogtetolerant. Dus zeker een aanrader met opvallend witte bloemen en bloeiwijzen, wat hem een extra aantrekkingskracht geeft. Persoonlijk een van de zaken of soorten die mij heel erg aanspreken, dat is deze peervormige lijsterbes, Sorbus domestica. Het is een soort uit Zuid-Europa. Je ziet het onderste kaartje een beetje het areaal van die soort. Heeft graag een wat kalkrijke bodem en heeft ongeveer pruimgrote, heel oranje tot rode vruchten, die appel- of peervormig kunnen zijn. En alleen als ze overrijp zijn, dus een beetje hetzelfde als bij mispel, zijn ze eetbaar. Is een heel mooie boom ook, alleen hij wordt aan de grote kant en vooral aan de brede kant. Is ook heel droogtetolerant en een draagplant. En is vlot ook wel beschikbaar in de grotere boomkwekerijen. Een andere soort, en ik ben bijna aan het einde, eigenlijk een speciale, verrassend denk ik, Japanse krentenboom, rozijnenboom, Hovenia dulcis, een kleine boom, één of meer stammig, uit Oost-Azië, geurende roomwitte bloemen, die ook heel aantrekkelijk zijn voor bijen, in de zomer, en dat is uiteraard interessant, omdat op dat moment het al een beetje naar het einde loopt van het seizoen van bloemen, en voor de bijen interessant. De vruchten zijn krenten, zoet, en dat zijn die zwarte bolletjes die je ziet rechts in beeld. Maar je ziet ook dat die bloemsteeltjes opgezwollen zijn. En de twee samen, de krenten en die opgezwollen bloemstelen, zijn eetbaar. Heeft een zonnige groeiplaats nodig. En deze boomsoort bevat ook een stof, ampelopsine. En die zou uitstekend zijn als je wat te veel gedronken zou hebben en een kater zou moeten verwerken. Nu, voor mensen uiteraard die maar beschikken over een klein balkonneke of die het moeten doen met eventueel fruit of struiken in een pot, is er ook nog zoiets als zuil- of kolomfruit. En de echte zuilvormen wat dat betreft zijn eigenlijk nakomelingen van een Macintosh-appel Malus pumila, die in de jaren 60 van vorige eeuw gevonden is in British Columbia. En die bijzondere korte loten had en een heel compacte groei. Maar ondertussen zijn er niet alleen van die Macintosh-appel, maar ook van een aantal andere soorten slanke vormen gecreëerd. Pseudo-zuilfruit worden ze wel eens genoemd, van peer, pruim, kers, perzik en amandel, die je kunt kweken met relatief weinig moeite in potten en dus ook op een klein balkonnetje. Ik zou zeggen, wat is het nadeel aan die dingen?
Wel dat er toch wat meer werk aan is, soms ook wel iets van snoeiwerk. En dat is uiteraard, ja, maar goed, als je er niet veel hebt, is dat vlot te doen. En dit is zo'n klein overzichtje, is zeker niet het enige, zoals dat bijvoorbeeld in de proeftuin, een kleine kwekerij in Vlaanderen te vinden is, zowel onder de appel, malus, alom, als onder pyrus, peer, en dan de zoete kers, prunus avium, prunus serratus, domestica, de abrikoos en ook amandel. Dus er zijn een aantal van die zuil- of kolomfruitsoorten die eigenlijk ongeveer overal te kweken zijn. Het laatste is, als je moet snoeien, en dat is iets waar ik soms zelf aan gezondigd heb, is vergeet, zeker bij die zuilvormen en eigenlijk overal als je fruit moet snoeien, vergeet toch niet om regelmatig je snoeigerief te reinigen en te ontsmetten, want dit is een klassieke bron waarmee ziektes worden overgedragen. En uiteraard geldt dat niet alleen voor fruitbomen, maar dat geldt evengoed voor sommige andere dingen. Ik denk aan rozen, wat ik al een aantal keer heb meegemaakt. En hoe je precies moet snoeien, wel, daar durf ik gerust verwijzen naar een filmpje op de website van Veld, van hoe snoeien fruitbomen de winter, wordt het genoemd. Waarmee ik eigenlijk aan het einde gekomen ben van mijn verhaal. En hopelijk heb ik toch een klein beetje kunnen aantonen dat een tuin zonder bomen het niet echt verdient om een tuin genoemd te worden. Blijft u nog maar even staan, want uit de chat zijn er toch wel een paar vragen gekomen. Maar om te beginnen ook zeer veel complimenten en dankbaarheid bij de toch rond de 450 kijkers en luisteraars. Dus ja. Dank u wel en proficiat. Oh, dank u wel. Ja. De meeste vragen hebben de mensen onder elkaar beantwoord, maar eentje, korstmossen lijken meer voor te komen op de takken en ja, hoe komt dat en hoe erg is dat? Korstmossen die op takken voorkomen is helemaal niet erg, dat is één. Want korstmossen hebben geen wortels, ze hebben eigenlijk alleen maar vasthechtingsstructuurtjes. En de hele voedseltoediening of opname gebeurt via dat, dat deel dat je echt ziet. Waarom lijken korstmossen wat toe te nemen? Dat kunnen twee oorzaken hebben. Eén, de problematiek van luchtvervuiling is minder dan vroeger. En men heeft gezien dat korstmossen terug opnieuw de woestijnen, en de woestijnen zijn de steden, dat die korstmossen opnieuw de woestijnen aan het innemen zijn. Dat zijn korstmossen op boom, maar dat uiteraard kunnen ook korstmossen op stenen zijn. De neerslag neemt niet af. En er zijn perioden en dat er meer neerslag is, die late herfst- en winterperiode. En korstmossen verdragen juist goed uitdroging. En als ze weer nat worden, gaan ze weer groeien. Dus dat zijn twee mogelijke verklaringen waarom korstmossen lijken toe te nemen. En in steden nemen ze vooral toe omwille van die luchtvervuiling, die toch minder problematisch is geworden. Waar ligt de grens tussen boom en struik? Dat is ook eens een vraag misschien. Dat is een klassieker uiteraard. Je kunt daar verschillende dingen op zeggen. Een boom wordt normaal gezien als iets dat eenstammig is. En dan is het duidelijk, een struik is klassiek meerdere stammen. Maar uiteraard zijn er ook meerstammige bomen. En je kunt daar een definitie van maken. En de definitie is dan als de dikste takken bij die meerstammige individuen meer dan 5 centimeter is, dan worden ze in sommige publicaties als boom beschouwd. Maar uiteraard, je kunt daarover discussiëren. En er zijn ook dingen die we bomen noemen, die helemaal geen bomen zijn. Denk aan bamboe, of denk aan bananenbomen, zeggen wij dan, maar eigenlijk zijn dat geen bomen. Maar op zich denk ik dat dat meer een discussie is die niet zo belangrijk is. Oké, de bedoeling van deze avond is eigenlijk jullie te stimuleren om bomen te planten. Het aantal bomen maakt eigenlijk niet uit, maar we zijn eigenlijk wel heel benieuwd over hoeveel bomen het zou kunnen gaan. Dus als jullie de derde poll willen invullen, dan geeft het ons toch wel een idee wat de resultaten na deze lezing zijn. Oké, het totale
totaal aantal bomen gaan we voor jullie berekenen en dat bezorgen we jullie ook met het opvolgingsformulier. Deze lezing die werd jullie gratis aangeboden door de diverse partners, maar we willen jullie een klein financiële steun geven voor het initiatief, onder andere bijvoorbeeld voor de verdere ontwikkeling van de website van de Tuinen van Heden. Dan is een kleine bijdrage heel welkom. In het evaluatieformulier gaan jullie de tekeningnummer vinden, maar zouden jullie dit gemist hebben, dan kunnen jullie dat ook nog in de opvolgingsmail opvolgen en daar zal dat ook zeker en vast mee vermeld staan. Daar is er ons nu nog Martijn heel hard te danken voor deze zeer boeiende lezing. Ik denk dat we allemaal de boodschap heel goed begrepen hebben. Maak plaats voor een boom, dit komt iedereen te goede en zet het hele klimaat verhaal op een veel beter spoor. Ik wens jullie allemaal nog een hele rustige avond verder.